20 chili chickens. Dit was de dag erna. <laughs> oh, 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 oh. 20 chili chickens zijn ja. dit. Uh, waarom heb ik 20 chili chickens gekocht? Ze zijn gewoon fucking lekker. <laughs> okay, nice. ja. Dat is een hele goeie. Welkom. Hier zijn de boys van het naberk podcast. Yesvi. Remco en Gian. Drie echte Rotterdamse maten. Bro, ik kom uit San Dan, toch? Oh ja. Yeah. Anyway, jullie kijken nu naar Money Moves. Het eerste seizoen van de NAWERK-podcast. Hier gaan interessante gasten onze even piek fijn uitleggen hoe zij hun money maken. Hey mensen van de NAWERK-podcast, welkom. Leuk dat je weer kijkt. Deze week hebben we een hele bijzondere gast. Genaamd Johnny Ma, een echte rasondernemer. die ons gaat vertellen over Bob.com. Jesvi, ken je Johnny Ma al een beetje? Heb je meer over hem te vertellen? Ja, ik ben bekend met hem. Ik ken hem natuurlijk vanuit die community. En Johnny Ma is iemand die niet de beginnende ondernemer helpt. maar juist de ondernemers die al wat verder zijn. die al het eerste 30k bijvoorbeeld omzet per maand zitten. en vanuit daar een beetje plateauën. en juist verder willen doorschalen. En daar helpt hij ze bij. Hij, hij helpt ze dus eigenlijk onafhankelijk te maken van Bob.com. en verder door te groeien. Sick. En uh, Gian, heb jij daar eigenlijk nog wat aan toe te voegen? Nou, ja, ik vond het vooral interessant om te horen hoe hij zeg maar, begon in de horeca, eigenlijk als ondernemer. En dat hij daarna zeg maar, is geswitcht naar een stukje online verkopen. En dus zoals je net al zei, als echt ondernemer, dan kan je ook uit dat verhaal halen. Dus uh, het is toch wel interessant om dat van iemand te horen in levende lijf. Ja. ja, tof. Nou, Johnny Ma, wat doe je nou eigenlijk? Wat ik momenteel doe, is ik adviseer en investeer in bol.com startups. Om op het platform te groeien, maar vooral uh, daarbuiten ook aanwezig te zijn. En kan je ons meenemen in wat je dan precies doet met, met gasten die bij jou langskomen? Ja, um, de ondernemers die bij mij langskomen zijn niet meer de startende, startende ondernemers. Dit zijn de ondernemers die al een jaar erin zitten, twee jaar erin zitten. Um, als we het over omzet hebben, zijn dit de ondernemers vanaf een 100.000, 200.000 omzet per jaar. Oh ja. En ze zijn net voorbij de. Beginfase, de experimentele fase, de hobbyfase, de wannabe preneur fase. Ja. En ze willen nu een serieuze onderneming opzetten. En dan komen ze ja verschillende uitdagingen tegen. van uh, Hoe groei ik nou? Uh, hoe, hoe zitten de processen in elkaar? Oh shit, mijn eerste personeelslid. Um, ja, ja, en mijn ja. marketing en buitenbol groeien. Wat? Uh, waar heb je het over? Ja. Um, Verschillende uitdagingen om er een serieus bedrijf van te maken. Want ja, daar hebben de meesten nog geen kaas van gegeten. Ja, precies. Dus ze, ze komen echt naar je toe. eigenlijk zijn ze nog een beetje in die, in die, in die, in die babyschoenen van, van, van het verhaal van hun business. En ze hebben eigenlijk al heel wat, heel wat kunnen bereiken in de e-commerce. Uh, voornamelijk op bol.com. Maar wat jij zegt is. Zorg dat je niet zo vergankelijk bent van, en, en, en afhankelijk bent van Bol.com. Maar uh, kijk ook juist verder. En ja, daar horen ook andere aspecten bij van je business. Dat betekent dat je je business veel meer moet gaan uitbreiden. Dus eigenlijk maak je het een stukje uh, complexer, maar ook steviger, het bedrijf. Ja, ik, ik zie het als een volgende stap in jouw onderneming, de, de starters, de hobbypreneurs. Uh, die willen nu echte businessen opzetten en echt ja. volledig uh, van kunnen leven. Dus ik zie vooral twee verschillende types. Eentje die jij net omschreef, uh, dat zijn de ondernemers die uh, gestart zijn in uh, e-commerce, vooral op bom.com. Het gaat lekker, maar what's next? Ja. Dat is de ene groep. De andere groep, die zit er al jaren in. Ja. En ze zitten tegen een omzetbarrière, een uitdaging. Ze komen er maar niet uit. Of ze zijn te veel um, tijd aan de business kwijt, waardoor ze geen, uh, geen vrije tijd meer hebben voor de kids, um, voor hun eigen uh, vrije tijd, voor de leuke dingen. Ja, die groep heb ik ook heel veel van. Ja, ja, ja. En hoe kom jij aan deze kennis? Hoe ben jij hier op dit punt gekomen? Vooral vallen en opstaan. <laughs> ja, ja, dus dan, dan hebben we het over een stukje um, ondernemerschap. Nou, ik, ik ga wat jaartjes mee onder, in de ondernemerschap. Maar ook een stukje gezond verstand gebruiken. Mm -hmm. Ja, maar ook, dat, uh, uh, ook het kunnen meekijken bij vele verschillende ondernemingen. Dat heeft ook gewoon veel inzicht gegeven. Ja. Wat ik weer kan overdragen naar uh, andere ondernemers. Oh, mooi. Ja, want in het kort, waar is jouw, waar is jouw ondernemerschap begonnen? Ja. Dan gaan we even wat jaartjes terug. Hè. Um, Hoeveel onder... jaartjes? <laughs> ja, meer dan twaalf jaar geleden. Twaalf jaar geleden. Oké, okay. okay. jaar geleden. Afgestudeerd van uh, uh, Hogeschool Rotterdam. Ben een kantoorbaan ingerold. Dat was dus helemaal niet mijn ding. Nee? Twee jaar lang volgehouden marketingafdeling bij een havenbedrijf. Uh, ik vreet er echt uit mijn neus. Klinkt ook heel saai. <laughs> ja, het, ja het, het was leuk, dacht ik. Maar oh ja. uh, daarna deed ik iets wat ik absoluut wilde vermijden. En dat is de horeca inrollen. Hoe, hoe ben je daar dan toch in gerold? Uh, omdat ik geen flauw idee had wat ik, uh, wat ik voor de rest moest doen. Oh ja. ja, en ik, ik had bij mezelf gezworen om nooit de horeca in te rollen. Want ik ben van kind af aan. Al in de horeca aanwezig, omdat mijn ouders een horeca of meerdere horecazaken hadden. Ja. Ja, en als je dat al vanaf je twaalfde meemaakt uh, van, uh, van de afwas, van glazen wassen, tot, uh, uh, tot in de keuken meehelpen, tot in de bediening. Ja, dan krijg je toch wel een beetje een, uh, een haat verhouding ja. uh, met, met, met horeca. Ja, ja. Dus ik dacht van oké, okay, nee, ik ga dat niet meer doen. Mijn ouders zaten in het zuiden van het land in Maastricht. Ik ga lekker in Rotterdam studeren, <laughs> ver weg. Ik ga in Rotterdam een baan zoeken. Ik ga daar mijn ding doen. Dan ja. ben ik er vanaf. Dan ben ik er vanaf. <laughs> en wat doe ik? Ik ga terug naar Maastricht in de horeca. Oh ja. ja. <laughs> en daar ben je dus ja, daar ben je zelf iets begonnen. Ja, ik had de zaak overgenomen van mijn ouders. Dat was mijn eerste aanraking met ondernemerschap. En ook al uh, heb je dat je hele leven meegemaakt, gewoon achter de schermen, mm -hmm. hoe, het, hoe een zaak gerund wordt, dan besef je niet dat er zoveel nog op je afkomt uh, wanneer je eerste business begint. Um, maar dat was dus ook mijn eerste aanraking met ondernemerschap. De allereerste uh, horeca-zaak van mijn ouders. Ja. Niet de klassieke Chinees, dat was het. Die heb ik omgevormd tot een moderne Chinees. Ja, dus nog steeds een Chinees. Mm -hmm. En dat was ontzettend zwaar vooral die eerste periode, maar dat werd ook snel beloond. Um, ik heb vanuit de Michelin ook uh, michelin gids en Bib Command uh, Award kunnen oh, cool. uh, uh, ontvangen. Um, nice. um, voor, 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 voor als je niet weet wat het is, dat is ja dat is een beloning voor goede prijs-kwaliteit. In de Volksmond is dat een halve ster. Ja, dat is geen ster, dus je... ja, ja, ja. absoluut niet, maar het is gewoon een beloning van oké okay, goed gedaan. Uh, als je zo doorgaat, dan uh, komen we nog een keer langs en kunnen we misschien gaan kijken naar. Uh, ja, maybe. Ja, maybe. Yeah. Um, dus ja, ik deed iets goed. Dat was wel fijn. Mm. Mm. En uh, dat had je dus uh, dat was je eerste onderneming die je begonnen bent. Uh, en, en vanuit daar, hoe, hoe is jouw ervaring verder gegaan in dat ondernemen? Want je hebt nu uh, dus een coaching business. Ja. Daarnaast ook een bol business, als ik het goed begrijp. Ja. Um, en hoe ben je op dat punt gekomen? Ja, de transitie van horeca naar bol is um, dankzij een advertentie die ik online zag. En dat was van een welbekende Aziat, Jahwan. Mm -hmm. En ik dacht van, hoe kan dat? Dat kan toch niet? Online geld verdienen, whatever. Hè? Dat sceptische wat heel veel mensen hebben bij ja, iets ja. nieuws, dat had ja. ik dus ook. Ja. Dus ik was, bij, um, ja, ik was bij mijn laatste horecazaak. Dat is een lunchonderneming. Niet meer in de avond, want ik had toen kids. Dus ik had een lunchonderneming opgezet. En ik ging me verdiepen in de wereld van online verkopen. En zo was ik begonnen op Bob.com. Producten ingekocht, ging goed. Balletje ging rollen. Op een ja. gegeven moment verdiende ik meer met e-commerce dan de horeca. Toen kwam COVID, dus de horeca <laughs> ging weg. Ja. En mensen vroegen, of andere ondernemers vroegen aan mij: ja, niet per se ondernemers, maar andere mensen vroegen aan mij: hoe doe je dat dan? Kan dat wel? Is dat wel zo? Ja, Yo, laat dus me hetzelfde sceptische zien. beeld Hetzelfde als als sceptische jij, uh, beeld. In begin had, ja. ja, dus dan kan je met mij laten zien waarom het jou wel lukt? Ja. En toen was ik van bol, bol naar coaching gegaan. Ja. Dus zo is de transitie van horeca tot coaching tot stand gekomen. Nou, om Johnny toch wat beter te leren kennen, hebben we een dijk genomen in zijn social media. Ja, we hebben drie foto's verzameld, die, uh, waar we eigenlijk gewoon wat meer uh, verhaal achter willen hebben. Ik heb, ik heb ja. zoveel content online, ik vraag me echt af welke je hebt uitgekozen. Okay, het, is, het is van alles wat. Het is van alles wat. We beginnen okay, bij de, de eerste. Kom. Ah, yes. Nice. <laughs> dus, ja, uh, je, je had het, het er net al heel even kort over, geloof ik, of ja. niet? Ja. Is dit de award die je gewonnen had? Nee, dit is niet vanuit Michelin. Dit was mijn eerste lunchzaak. Ik heb twee avondzaken gehad. En toen kreeg ik mijn kleine. Toen dacht ik: van, ja, Ik kan het niet meer maken om 's nachts thuis te komen. Want de avondzaak was echt gezellig. Hè? Na werk, 10, 11 uur, wijntje erbij. Ja, en al snel uur. wordt, het 1, 2 uur. Ja, heel relaxed. Uh, maar ik kreeg de kleine. En toen moest ik een verandering maken. Want ik, uh, ik wilde gewoon vroeger thuis zijn. Ik wilde ook aanwezig zijn voor mijn uh, kids. Uh, ja, of als ik denk aan mijn jeugd. Mijn ouders waren er niet zoveel voor mij. Hmm. Want zij ze waren keihard aan het ploeteren in de zaak om geld te verdienen voor ons, voor onze toekomst. Ik wilde, uh, ja, ik wilde dat niet ook voor mijn kids. Dus ik wilde ja. ook vrij, uh, tijd vrijmaken voor hun. Dit is een foto. Uh, in de eerste lunchzaak die ik had, dat was de, de beweging die ik maakte. Van, uh, eigenlijk heel stom, hè. Van, uh, de gedachtegang was, ik wil eigenlijk geen horeca meer, want ik wilde meer zijn voor mijn kids. Dus wat doe ik? Ik ga <laughs> ik een andere horecazaken openen. <laughs> dus, uh, uh, eigenlijk heel stom. Yeah. Maar ik deed daar dus ook iets goeds, blijkbaar. Ja. Mm. Yeah. In de avondzaak had ik uh, uh, dus vanuit Michelin de Biep Command gewonnen. Vanuit de lunchzaak had ik heel snel deze award gewonnen. En dat is het, het lekkerste lunchroombroodje van Nederland. Ja, dat is een, een heel mooi award. award. Ja. En en welk jaar was dit? Want ik zie het daar, 2015, ik zie het niet goed. 2016, ja, 2016. Oh, ja. 2016. 2016. Oké, okay, want ik, ik wou dus ook zeggen jouw... Het is natuurlijk een heel sumier beeld eigenlijk van, jou, van jouw zaak. Maar wat je daar ziet. Was voor het jaar 2016 al best wel vooruitstrevend. <laughs> uh, het ziet er hieruit als de gemiddelde hipster lunchroom die er nu bestaat. Ja, En waar was deze zaak? Maastricht. Dus ook, ook ja, het ja, is niet eens Randstad of zo, ja. maar het is Maastricht. Ja. Nice. Ja. Dus je was enorm uh, vooruitlopend uh, in jouw uh, gedachten over hoe je iets uh, moest overbrengen. ja. Ik, ik had ook geen idee of dat überhaupt zou aanslaan. Hè? Een, een vegan pancake bagel juice bar in Maastricht. <laughs> ja, ja. stond I dat mean, er ook boven? Vegan <laughs> nee? nee, de naam was Sap. Dat oh, <laughs> ja, 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 ja. ja, zit ook op, nog was er ook wel bij. Ja, maar uh, ik had een hele loyale following. Ja, dus vanaf dag één waren de vegan mensen aanwezig en ze waren zo blij. Ja, 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 dit ja. was nog voordat bagels en beans kwam. Ja. Dit was nog voor al die andere hipsterbarretjes. Ja. Ik was de enige in de stad die dit aanbouwde. Ja. Ja, dus, dus je pakte eigenlijk toen al gelijk een niche en dacht oké, okay, deze niche. Ja. Ik ga hierop inspelen. Waar heb je dat eigenlijk vandaan gehaald? Dat zo niche gefocust en niche gericht Want jij geeft net ook aan, uh, mijn ouders hadden gewoon de traditionele Chinese... Uh, uh, zaak en jij zegt van ja, ik heb het dan omgevormd naar een moderne Chinese zaak. Waar komt dat? Uh, je bent nu ook op bol bezig in niches, je bent ondernemers aan het helpen in niches. Waar komt die gedachte vandaan van dat niche gefocust zijn? Ja. Toen eh, geen idee, ik deed me wat, maar achteraf gezien um, ben ik juist heel goed in het uh, bedenken van concepten, branding, het verhaal eromheen. En dat was destijds ook. Ik ging me focussen in een niche, één specifieke doelgroep aanspreken. En in dit geval waren dat de, de, de gezonde, bewuste uh, mensen, ook de vegans. En daar maakte ik een wereldje omheen. Ja. Ja, en dat was mijn concept. En dat werkte heel goed hier. Maar dat werkte ook goed in de avondzaken daarvoor. En datzelfde, dezelfde gedachtegang, het conceptualiseren van ideeën. Ja, dat pas ik nu dus ook toe in mijn uh, advies, uh, adviesgesprekken uh, om ondernemers te helpen. Is dat nou ook hetgene wat je het allerleukste vindt? Is, is dat conceptueel denken? En, en uh, eigenlijk een beetje de meerdere linkjes bij elkaar leggen? Ja, ja. Ik ben erachter gekomen dat dat mijn superpower is. Ja. Het conceptualiseren, uh, het bedenken van een strategie, orde in chaos creëren. Mm. En ik geef ook heel vaak de referentie mee aan ondernemers, wat ze bij mij kunnen uh, verwachten, is um, dat uh, ik een puzzeldoos. Yeah? Ik, ik heb een puzzeldoos voor me, daar staat op een puzzeldoos met 100 stukken. Maar in die puzzeldoos zitten 200 stukken. Ja, de ondernemers komen dus naar me toe met een puzzeldoos van 200 stukken. En ik ben dan heel goed ja, in het leggen van die puzzels, ja, de juiste ja. stukken bij elkaar. Het filteren van wat er niet nodig is ja, om zo bij een mooi geheel plaatje te komen. Hm. En dat was destijds um, ja, ook het geval. En ik deed iets goed en dat werd beloond. Ja. Dat was trouwens een van de awards die ik won in die periode. Uh, nog een belangrijke award die ik won in die periode was vanuit de gemeente Maastricht. Mm -hmm. En dat was het meest gasvrije bedrijf van Maastricht. Wow. Dus ik had award na award, beloningen, hier en daar. Ik deed iets goed. Het concept klopte. Ja, en dan zou je ook zeggen booming business. Dat ging redelijk goed. Ik ging in hetzelfde concept door met franchising. En er ontstonden nog twee additionele locaties: oh ja. nog één in Maastricht, aan de andere kant in het centrum en uh, ik ging nog een locatie openen, de derde locatie in Sittard. Dat ja. was een slechte move. <laughs> ja? ja. Waarom was dat een slechte move? Ja, ik dacht van uh, overal zitten wel uh, vegan hipsters en uh, dat vinden ze allemaal geweldig, maar uh, Sittard was weer net uh, te conservatief, te, uh, te klein. Ja, precies. Ja, dus ja. uh, dat bleef bij Maastricht en die twee zaken deden het goed. Ah, Oké, okay, nice. dat zijn dus ook twee zaken uh, geweest die je nog hebt gehad in die. In die periode, nou dat was dus 2016. Die heb je gehad tot 2016 tot 2020 was echt nog mid Covid. Ja. Ja. Dus en toen, uh, toen was dat. Toen je de switch gemaakt. Ja. ja. Oh, ja, wow. ja. De volgende foto. Ja. Werken aan de beach met je kids. Ja. Ja of gewoon een leuk filmpje aan het kijken waar, om je kind te vermaken. Wat was je hier aan het doen? Ja, eerlijk gezegd was ik hier gewoon een pose voor social media. Oh ja, ja. <laughs> dus ja, die laptop staat niet aan. Ja, ik, bedoel, uh, ik kan er een mooi verhaaltje omheen ja. uh, brouwen. Ja, maar... maar... <laughs> <toch? laughs> nee, um, dat was op vakantie met, uh, met mijn kids in Griekenland. Ik had mijn laptop wel mee. Ik had wel uh, werkmomenten. En dat was meer in de hotel of bij een rustig plekje, bij een restaurantje, yeah, yeah. klapte ik de laptop even open. En dan ging ik toch uh, aan mijn business werken. En uh, dat is wel het mooie van een online business. Want dit was de uh, dat was de ook de eerste... boodschap achter de foto, eigenlijk? Ja, de boodschap achter de foto. En dat was ook een van de eerste momenten waar ik die vrijheid kon proeven. Werken aan een inkomen. terwijl je niet ja, fysiek aanwezig hoeft te zijn mm. in je business. En ik heb acht jaar lang hiervoor in een horeca gezeten. Ja, diezelfde vier muren zie je dag in dag uit. Als de zaak, als de tent niet open was en je was er niet, dan was er geen inkomsten. Dus dit is een heel bijzonder moment ook om te vieren dat je geld kan verdienen ja. vanaf een laptop aan de andere kant van de wereld. Aan de andere kant van de wereld en dat was een mooi moment. Ja. Alleen exact op deze foto, die laptop staat niet aan, dus puur nou, een post uh, voor social media. Mm -hmm. ja, maar ik het is me, wel ik, nog steeds een hele mooie message. Ja, ja, ja zeker. Ja, en da daar draait het natuurlijk ook om. Je, je, je hebt je personal brand uh, en je hebt deze foto ook gemaakt om kenbaar te laten maken van joh. Het is, het is mogelijk om gewoon on the road of op vakantie uh, je inkomen inderdaad te verdienen. Zoals je net ook zei. Kijk, ik kan me nog goed herinneren dat jij deze fotopost. en dat ik eronder had gereageerd met. vervelend, hè, al dat zand tussen je laptop. <laughs> uh, omdat ik zelf ook wel eens heb geprobeerd aan het strand te werken. maar dat werkt echt niet. <laughs> nee. uh, dat, dat is echt niet te doen. Um, het is inderdaad relaxed als je dat gewoon even in een hotelletje. of uh, in een barretje of weet ik veel wat. Uh, waar gaat doen waar je gewoon netjes een tafeltje hebt. Dat is ja. een stuk makkelijker. Ja. Ja. Hey, uh, trouwens, je bent van Chinees op, Spreek je ook de taal? Um, niet zo goed als ik zou ah, willen. Okay. Want ik had uh, natuurlijk het idee van veel fabrikanten van e-commerce, die zitten allemaal in China. En dat leek ja. mij, van als je de taal spreekt, dat je toch wel een makkelijker de communicatie had. Dus ik vroeg me af of je dat... Uh, ja, dat, dat is trouwens wel echt een, een gedachtegang die heel veel mensen hebben. Van hé, hey, jij kan Chinees, dus jij krijgt vast betere prijzen. prijzen. Ja, maar dat is het helemaal niet. Maar ja, maar, niet zij betere mogen betere jou prijzen. vast meer. Ja, nee, dat niet per se, maar meer maar, communicatief. Ja, me, maar weet, 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 weet je dat uh, juist het tegenovergestelde is? Ja, um, Aziaten of, of Chinezen onder elkaar zijn juist veel strikter en grover naar elkaar toe dan uh, een Aziat ja, richting Westerling. Oh, ja. Okay. Ja, dus ik heb juist een, een streepje achter in plaats ja. van een streepje voor oh, ja. als het gaat om Chinese um, contacten. Ben je wel eens naar leveranciers toegegaan? Ja, ik ben mijn leveranciers toegegaan. Dat was nog voor COVID. En ik ga nu oktober ga ik weer naar de leveranciers, leveranciers toe. Oh, cool. Ja, Leuk. Dus daar kijk ik wel ontzettend naar uit. Ja. Dat worden echt... Heftige avonden ja. met uh, ja. veel kratten bier. Ja, ja. ja, want zo worden zaken gedaan. Ja, Maar ja, ja. Ja, bon. ja, dat heb ik ook al begrepen. Ja. Van een aantal ondernemers die naar China zijn gegaan om uh, met hun leverancier te ontmoeten. Hun hebben zelfs budgetten vrijgemaakt om daar gezellige avonden met jou te kunnen hebben. Ja maar, ja, maar het is echt insane. Hè. Ik wist niet dat uh, Chinezen zoveel konden drinken. Dus mijn idee vanuit Chinees zijnde is van. Maar wij kunnen helemaal niet veel alcohol tolereren, want we hebben we hebben een gen of zo ja. dat net anders is, waardoor we alcohol niet zo goed kunnen afbreken. Ja. En dan kom ik daar. Hè? Ik dacht van gezellig avondje eten, Beijing. Hè? Ik was met een local die zei van kom gezellig met ons eten. Prima, doen we. Gaan we zitten. Het eerste wat aan tafel komt is een volle krat bier. Dat werd <laughs> naast je gelegd. Succes. Ik zei zo, wat gebeurt hier? Ja, Ten eerste. Die, uh, de bierflesjes waren 600 ml. Zo so, wat? Ja. <laughs> en ze waren niet koud. So. <laughs> Hoe ga je? Ja, dat uh, op wat gebeurt hier? Ik, ja. dacht dat we, ik dacht dat we, geen kennis maken, gewoon <laughs> even gezellig eten. Ja. Wat, wat fuck doet? Uh... Is, dat, is dat hun vorm van kennis maken? Dan hebben ze dan op die manier het, ja. het idee dat ze echt best tot jou. Uh... Ja, blijkbaar. Maar mijn hele beeld is veranderd daarna. Um, de Chinezen drinken ontzichtig veel. Ja, de final, uh, final picture. Ja. Nee. <laughs> Deze lijkt wel heel oh. oud. Deze is echt heel oud. Hoe oud was je hier? Pff, ja, je zou het niet zeggen, maar volgens mij is dat uh, 20 jaar geleden of zo. Oh, ja, ja. Ja. Yeah. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben uh, nu 36. Ah oh, ja, toen. Uh, Oké, okay, nee, toen was ik niet 16. Oké, okay, toen was ik iets van 20, denk ik. Ja, ik zie er niet veel ouder uit, waarschijnlijk. En je had. Uh... Nou ja, we hadden het net over heel veel dorst, maar hier had je echt heel veel honger. Twintig chili chickens. <laughs> dit, was <de> <laughs> <laughs> dit was de dag erna. Twintig chili chickens zijn ja. dit. Uh, waarom heb ik twintig chili chickens gekocht? Dus ze zijn gewoon fucking lekker. <laughs> Oké, okay, nice. Ja. Dat is een hele goeie. Ja. En ik had er één opgegeten. Nee, twee had ik erop gegeten. Ja, daarna, daarna was het eh, too much. Ja. ja, dus die heb je allemaal bewaard en de volgende dag weer opgegeten en zo. Ja, dat dacht ik. Maar de <laughs> volgende dag zijn ze niet tevreden. Nee. Dus, uh, nee. Ja, nee, een bijzondere foto heb je gekozen. <laughs> ja. Ja, ja, ik was heel erg benieuwd naar hoe, hoe, hoe heeft dit moment nou tot stand uh, kunnen komen. Want ja, dat... Hmm. Waarvoor, hoe kom je erbij om 20 chili chicken te gaan bestellen? Maar jij zegt, uh, ja, ik vond ze gewoon echt heel erg lekker en dacht <laughs> dat ik ze wel op zou kunnen. <laughs> ik ben even aan het denken. Um, volgens mij staan ze nu standaard op het menu. Weet ik niet zeker. Um, destijds kwam ik erachter dat dit een, um, een, een seizoensitem was. Het kwam af en toe. Ik had er mm. eentje gegeten. Dan dacht ik van holy shit, dit is zo Oeh. goed. <laughs> En een half jaar later verscheen het weer. En gedurende die een half jaar bleef ik zoeken. Er ja. kwam er niet, kwam er niet. Is er niet. Ik dacht van oké, okay, shit, ik kom er nooit meer. Als, als er nu nog een keer als komen. Als er nu nog een keer komen, dan ga ik er 20 van kopen. Ja. En toen was hij er en dan heb ik er 20 van gekocht. Man, man van zijn woord. Ja. Ja. Heel, ja. Heel spannend verhaal natuurlijk. Hè? Ja. Cool. Nee. Oké, okay, dus weet je wat ik zo cool vind aan Johnny? is? Hij heeft jarenlang meerdere horeca-business gehad, maar nooit echt veel mee verdiend. En toen op een gegeven moment is hij met zijn bolbusiness begonnen. En dat is er supersnel veel harder voorbij gegaan. Ja, dat is toch bizar hoe je, hoe je met digitale marketing en digitale media zoveel meer kan verdienen. Ja. Maar ja, ik denk ook in 2023 is het dom als je niet met internet je geld zou verdienen, toch? Of, uh... <laughs> ja, precies. Maar de clue is natuurlijk, want dat willen we hier allemaal weten, is... Hoe doet hij dat dan precies en hoe kunnen wij dat zelf doen? Ik denk dat voor beginners het meest uh, interessante eigenlijk... en dat, dat ook een van de eerste vragen is die, die in je hoofd opkomen van... met welk product moet ik nou beginnen? Wat is dan een goed product? Wat is dan een onderscheidend product? Hoe, hoe creëer ik dat? Um, het is makkelijk om te beginnen, zoals je zei. Uh, het is makkelijk om een product in te kopen... Je kan met de tools van tegenwoordig makkelijk zien waar de vraag en aanbod ligt. En als je het goed doet, heb je één van die pilaren ja, volledig onder de knie. En yeah. dat is uh, de pilaar product. Yeah. Maar om echt op te vallen, heb je ook de pilaar marketing nodig. Mm. En daar valt de branding ook onder. Daar valt het stukje sales opwekken yeah. ook onder. Daar, ja, dat is de volgende uitdaging. Daar hebben we weinig mensen kaas van gegeten. Mm. En ja, en dan als je het een beetje goed doet, dan kom je jezelf ook tegen. En dan hebben we de pilaar ondernemer. Prioriteiten stellen, focus, wat is belangrijk. Um, misschien ook personeel aannemen. Ja, dus het hele plaatje is wat complexer. Maar starten is relatief simpel. Ja, ja, precies. En, en wat is dan precies die start? En wat is dan het moment waarop je toch merkt dat mensen er. Ja... Tegen dingen aan gaan lopen. Maar, je hebt dan die eerste groeifase. Waarschijnlijk kunnen we het uitdrukken in een bepaald aantal duizenden euro's omzet. Uh, waarop iemand toch begint vast te lopen. En, en, en inderdaad, behoefte begint te krijgen aan, aan bijvoorbeeld uh, zoiets als. Of zo iemand als jij. Uh, die ze daarin verder kan helpen. Wat is zo'n zo drempelpunt? Ja. Het, het drempelpunt van. Um, sidehustle slash hobby naar. Nu wil ik echt stappen maken om een serieuze onderneming op te zetten. Dat ligt rond de 100.000 tot 200.000 euro uh, per jaar. Ja, dus dan hebben we het over 30.000 euro na nou, 20.000 euro per maand. Ja, 10.000 20 20.000 euro per maand. Ja. Dan kom je tegen een grens aan waar je bijna jezelf kan gaan verlonen. Ja. ja, die grens ligt rond de uh, 2 à 3 ton per jaar. Dan kan je, je jezelf een salaris uitkeren... en je kan nog voldoende in de business steken om te laten groeien. Ja. En dat is het kantelpunt waar ondernemers tegenaan komen van... oké, okay, nu begint het serieus te worden. Ja. Nu kan ik mijn baan opzeggen. Nu kan ik er fulltime van leven. Maar... Uh, heb ik wel zaken goed opgezet? Heb ik wel alles goed op mijn rijtje gezet? Ja, en dat is, ook eigenlijk het, dat is ook eigenlijk het punt waarop zekerheid een rol begint te spelen. Want daarvoor is het nog een side hustle, inderdaad, zoals je zegt. En uh, ben je eigenlijk maar gewoon, is alles mooi meegenomen. Maar op het moment dat jij jezelf gaat verlonen, dan wordt het natuurlijk belangrijk dat je jezelf ook kan blijven verlonen. En dat is dus wat je nu zegt: is, je, dat is het moment waarop je dus eigenlijk ook gewoon. Als ondernemer meer, ze meer op zoek gaat naar mm. zekerheid, meer op zoek gaat naar die bevestiging van: doe ik dingen goed en wat kan ik nog beter doen? Je, ja. zegt, net, je zegt net, een omslagpunt hebben wij ongeveer, uh, nou ja, bij sommigen is het 100, 200, 300.000 euro omzet per jaar. Uh, waarop je jezelf kan gaan uh, uitbetalen en een salaris voor jezelf kan voorzien. En ik denk dat mensen daar wel erg veel interesse in hebben. is uh, Hoe ziet dat er precies uit dan? Want 200.000 euro omzet op jaarbasis. En daar dan dus je salaris van kunnen betalen. Kunnen we daar een rekensommetje van maken? Wat, wat, welk gedeelte is productinkoop? Welk, wel, welk gedeelte zijn we nog kwijt aan andere kosten? Hoe ziet dat er precies uit? Wat voor salaris kan ik verwachten dan? Ja, als we een heel simpel rekensommetje doen. Stel je uh, stel je, je, je zet 200.000 euro omzet uh, om per jaar. Laten we even voor gemak een 20% netto winst... Nemen dat betekent dat je 40.000 euro netto winst hebt, hè? Ja. dan heb je nog niet je salaris uit, hè? dat is gewoon puur om je business uh, draaiend te houden. Die 40.000 daar wil je een gedeelte van weer in de business steken om te laten groeien. Laten we zeggen dat dat 20.000 is, je neemt de helft daarvan. Ja, en dan heb je nog een 20.000 over om van te leven. Dan zit je tegen de 2.000 euro per maand aan wat je jezelf kan verlonen. En een 2000 euro per maand van de winst die je extra in de business steekt. Ja, ja. Ja, dus dat is wanneer je op uh, 200.000 euro per jaar zit. Als je op 300.000 per jaar zit, ja, dan is het ja, net wat net meer. Dus meer. Dus ja. net, Hoog, net, ja, ja. Je zit dan dus net ligt het op ligt die... ook maar net aan wat jij voor jezelf een salaris vindt. Natuurlijk. Ja. Dat is of dat 1000 euro, 2000 euro of 3000 euro per maand ja. is. Ja, Maar als we even een modaal salaris nemen, ja, dan kunnen we even uitgaan dat we sowieso een netto inkomsten wil willen hebben van 2500 euro. Ja, netto. Maar ja. We hebben het niet over bruto. Ja, en om dat te bereiken zit je dus tussen die 2-3 ton omzet per jaar. Als je alles goed doet en een 20% netto marge overhoudt na aftrek van alle bedrijfskosten. Ja, precies. En wat moeten we dan meenemen in. in wat zijn we bijvoorbeeld. wat voor een percentage zijn we kwijt voor producten ongeveer? Inkoopproducten is wel afhankelijk. Um, laten we zeggen dat dit schommelt tussen een. 20% en de 30% wat je reserveert voor inkoop en transport om ja, het product daadwerkelijk hier op voorraad te hebben. Dus daarmee kunnen we eigenlijk concluderen, we willen onze inkoosprijs eigenlijk ongeveer keer drie doen uh, als verkoopprijs Minimaal om, om zeker te weten dat we hier een gezonde business kunnen creëren. Dus wanneer we het keer twee zouden doen, dan wordt het misschien al wel lastig om voor jezelf een gezonde business te creëren. Ja, zeker weten. Keer drie, keer vier, keer vijf. Ja. ...willen we doen ja. Ja, om bij een uh, gezonde marge uit te komen. Oké, okay, dus hè, wanneer ik op zoek zou gaan naar een product om te gaan verkopen... ...en ik vind iets waarvan ik denk van nou, dat kan, dat kan wel gaan werken... En ...ik gooi het online, dan wil ik dus eigenlijk drie keer zoveel... Die, ...van mijn inkoosprijs gaan vragen voor de productprijs, voor de verkoopprijs. Heel simpel gezegd kan je dat wel zeggen. Ja. Ja. Um, ik wil wel meegeven, één belangrijk kengetal... ...waar de meeste bolondernemers overheen kijken... Um, ...is hun bruto marge. Daar kijken de meeste ondernemers ook overheen. De, de, de meeste ondernemers die met mij me aankloppen... dat doen we een rekensommetje uh, om de bruto marge te berekenen. En de bruto marge is heel simpel te berekenen. Dat is jouw verkoopprijs, exclusief btw min inkoop, min bulk transport om het hier te krijgen. Uh, landed cost heet ja, dat ja. wel. En dan kom je bij je bruto marge uit. De meeste mensen weten dat niet... Want ze gaan uit van alle bolkosten die er nog bij komen. Maar ik zie bol als één verkoopkanaal, niet het enige verkoopkanaal. Nee, dus ja. waarom zou je altijd die bolkosten mee rekenen? Dus eigenlijk is bol zijn marketingkosten. Dat zijn marketingkosten. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus de basic getal, uh, bruto marge, dat willen we op minimaal op een 60-70% hebben. Idealistisch richting de 80% hebben. Ja. Dat is de streef, een streefkengetal... wat iedere Startende of gevolgde e-commerce ondernemer moet hebben. Ga terug naar de tekentafel. Jouw bruto marge moet minimaal 70 procent zijn. Het mooiste zou zijn richting de 80 procent. Ja. Dus het is eigenlijk, als ik het goed begrijp, ik begin mijn business, moet ik gewoon continu om achterhoofd houden met wat is voor mij nog niet inzichtelijk. Welke kosten, wel, wel, welke bedragen heb ik overgemaakt naar wie? En hoe kan ik die inzichtelijk maken en onder welke categorie moet ik die indelen om te berekenen of ik hier winstgevend bezig ben of niet? En, wat, en of het allemaal gezond uitziet of dat het er niet gezond uitziet? Als je dat zelf kan, dan zou het heel mooi zijn. Ja. Maar de meeste mensen hebben een boekhouder. Dus ja. wat je aan je boekhouder kan vragen is, hé, hey, help mij. Help mij even om de cijfers goed in kaart te brengen. Kan je me maandelijks even een overzichtje sturen van wat getalletjes, zodat ik weet of ik goed op weg ben of niet? Maar de meeste mensen doen dat niet. En boekhouders gaan niet uit initiatief ja. uh, jou dit vertellen. Dat want dat kost, zo zo extra, heel... dat kost een extra moeite. Het ja. zou heel mooi zijn, natuurlijk, als de boekhouder zegt: hey, uh, kijk kijk ja. eens even. Ja, ja. ja, ik heb alvast een uitdraai <laughs> gemaakt ja. van. Uh, nee, dat doen ze niet. Ja. 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 Dus, uh, en dat is dan weer een stukje onderdeel automatiseren. Daar heb ik je vaker over gehoord. Wat houdt het nou eigenlijk precies in, automatiseren? Automatiseren kan ja, op verschillende vlakken opgevangen worden. Je hebt automatiseren van logistiek, automatiseren van misschien je klantenservice, automatiseren van het inkoopproces. Um, ja, dit kan je op verschillende vlakken toepassen. Maar ik raad pas automatiseren aan wanneer je zelf alle processen goed onder de knie hebt. Hmm. Alleen daar merk ik ook weer een uitdaging in dat men dit bijvoorbeeld niet goed onder de knie heeft. Um, ik geef een voorbeeldje. Uh, laatst had ik um, ondernemers ook over de vloer. Ze wilden automatiseren, alles automatiseren. Dit moet vanzelf gaan, dat moet vanzelf gaan. Um, en dat vergde een bepaalde investering om te maken. Er moesten machines ingekocht worden. Er moest er, uh, extra software uh, aangesloten worden. Dat kostte heel veel geld. Ja. Maar dat hoefde helemaal niet. Um, sowieso waren de cijfers er nog niet om die stap te maken. Maar deze ondernemers die uh, ze beseften nog niet goed de processen zelf, ja? En hoe ga je dan iets automatiseren als je niet zelf goed onder de knie hebt? Hoe, hoe, hoe alles ja. in elkaar steekt, hoe je business in elkaar steekt. Ja. Uh, dus eigenlijk is het vaak is het met de ondernemers met wie ik sprak back to the basics, um, helikopterview over de business, hoe draait alles, hoe loopt alles, staat alles goed? Zo nee, gaan we aansleutelen, gaan we werken? En als iets gewoon goed gaat... en je, uh, je spendeert daar heel veel tijd aan... je hebt het volledig onder de knie dan kunnen we kijken naar nou, hoe kunnen we het automatiseren... of hoe kunnen we het gaan delegeren. Ja, ja. Precies. Uh, ja. In plaats van te snel op de automatiseerterrein stappen. <laughs> ja. Want het is gewoon een hippe om mee te gooien. Want, oh. ja, mijn hele bedrijf is geautomatiseerd. Ik, ik denk dat dat ook wel komt vanuit dat beeld van... hé, hey, ik heb een self-sustainable business runnend... Terwijl ik in gewoon, Bali zit. Terwijl ik ja, in Bali zit, ik hoef er wereld. niks meer aan te ja. doen... Alles draait, alles is geautomatiseerd. Ja. Ik denk dat dat een soort van boegbeeld is, wat verkocht wordt. Aan zeker die, die jonge ondernemers die denken: oh wauw, ik wil gewoon passief inkomen. Ik wil gewoon heel veel geld verdienen en eigenlijk heel weinig voor doen. Dus wat moet ik doen? Alles automatiseren. Maar inderdaad, wat je zegt. Het allermooiste is: je snapt je proces, je snapt waar de pijnpunten zitten in dat proces. En daar kan je gaan kijken. Oké, okay, misschien is automatiseren een tool. Het is ook niet anders dan een tool. En ja, is het nog, is het wel of niet waard voor hoeveel, hoeveel je moet investeren, inderdaad. Wat, ja. je, wat je zegt, Remco, klopt helemaal. Hè. Het hele beeld van uh, ondernemerschap. Ondernemerschap is de laatste jaren hip geworden. Ja. Uh, er ontstaan heel veel verschillende soorten ondernemersvormen. het Commerce er eentje van. En dropshipping en crypto en whatever. Maar wat men niet vaak of wat men niet genoeg begrijpt, is dat elke onderneming, om dat goed op te zetten. Het is dus gewoon fucking zwaar. Elke onderneming moet je serieus nemen. Elke onderneming bestaat uit dezelfde drie pijlers: je product marketing en de ondernemer zelf. Eh, maar het beeld wat verkocht wordt, is dat je zo makkelijk geld kan verdienen. Dat is nergens bij geen enkel uh, verdienmodel is dat het geval. Elke business is hard ploeteren als je succes wil bereiken. Niks uh. is easy. Oké, okay, uh, ik ben nu heel erg benieuwd naar jouw money moves. Wat zijn jouw money moves? Op welke manier verdien jij nou je inkomen? Ja, cool. Mijn money moves zijn heel simpel. Ik adviseer mensen. Ik vraag daar een tarief voor. Mm -hmm. En ik investeer ook in dezelfde type start-ups. Ja, en oh ja. daar... Ontvang ik dan of dividend voor, maar uh, mijn hoop is dat ze later naar een mooie exit kunnen gaan en dat ik daar op de lange termijn iets mee verdien. Dus jij hebt de liquiditeit vanuit je bolbusiness en vanuit je coachingbusiness. Gebruik jij om ook weer te investeren in andere bedrijven om daar ook weer een rendement op te maken? Ja, en de investering, uh, de investering in de bedrijven, dat doe ik of vanuit mijn eigen liquide middelen of vanuit sweat equity, dat ik meer als adviseur uh, daarin stap. Nee. Of vanuit uh, andere investeerders, want een groep die mij nu ook benadert zijn um, kapitaalkrachtige mensen die bijvoorbeeld eerst hun geld in vastgoed hebben. Vastgoed is nu niet meer zo aantrekkelijk. Ze hebben geld beschikbaar voor andere beleggingsopportunities, ja. beleggingskansen. Um, dus ik breng nu ook de belegger uh, in contact met de start-up. Ja, en daartussen bemiddel ik. Oké. Okay. Ja, dus op die manier investeer ik ook in start-ups. Stel je voor, ik kijk hiernaar en ik heb zoiets van: Nou, lijkt me eigenlijk wel interessant. Hoe start ik hiermee? Hoe je begint tegenwoordig, uh, wat ik zelf ook vaak adviseer aan de beginnende ondernemer. of de mensen die echt willen starten met geld verdienen online. is door vallen en opstaan. Je hebt niet per se een coach nodig. Je hoeft niet duizenden euro's te lappen aan iemand om je de beginsten te laten zien. Er is zoveel content aanwezig online. Mijn advies is: ga op YouTube, absorbeer die kennis, pas het toe, vallen en opstaan, leer ervan en daar, ja, daar groei je echt het meeste van. Ja. Dan vind je iets dat werkt hè, en ga dan serieus aan de slag met experts om je heen om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen. Dat beginstuk, daar heb je in feite niemand voor nodig. Er is genoeg gratis content online. Is het ook zo dat de, de producten die je inkoopt, dat je er zelf ook gepassioneerd voor moet zijn? Of kan dat helemaal losstaan voor inderdaad, wat je zegt, gepassioneerd voor het proces van het verkopen. In plaats van echt oh, ik verkoop nu iets waar ik echt achter sta? Ja, goede vraag. Ik, ik wil dit even inhakken in twee verschillende strategieën. Um, er zijn ondernemers die ik ook heb geholpen die verkopen vanwege het proces. Vinden ze gewoon geweldig. Verkopen, doorverkopen, klaar. Branding, marketing, whatever. Er zijn ondernemers die juist een volle passie ervoor hebben. Uh, die zitten erin vanwege een ontwikkeling uit het verleden, vanwege een persoonlijk iets. Uh, en die maken echt een mooi merk ervan. Het kan allebei, maar kies een strategie wat bij je past. Uh, ik ik ver, 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 vertaal deze strategie in uh, rendementstrategie voor ja, het procesgedeelte en waardestrategie voor echt het opbouwen van een merk. Het kan dus allebei. Uh, kies er eentje en zit er niet tussenin. De meeste mensen zitten een beetje tussenin ja, ja, en weten ziet. niet goed wat ze moeten doen, waardoor de drie pilaren wankelen. Ja, makes sense. En hey, jij zegt net opbouwen, doorverkopen. Dat betekent dus dat je eigenlijk... Uh, terwijl je misschien wel een salaris uit je bedrijf trekt, ook waarde aan het opbouwen bent, waar, waar je dus aan het einde van het verhaal een dikke som uit kunt halen. Als je bezig bent met een waardestrategie, ben je, bouwen, ben je aan het bouwen van een merk van, ja, van waarde. Dat zegt de strategie ook. Um, en als je het goed doet, kan je uiteindelijk het verkopen aan een andere partij die er veel centjes voor over heeft. Ja. ja de, waar, 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 waarbij het bij hun visie past. Hè? Waarbij jij een doelgroep hebt aangeboord waar zij uh, veel aan hebben. Ja, ja. waar zij in door willen breken of waar zij aan willen winnen. Ja, Ja. Ja. Mooi. ja. ja. Een exit-strategie is iets interessants waar ik met de ondernemers mee werk die een waardestrategie volgen. Ja. En als ik een cijfers uitdruk, zit 80 à 90 procent van de ondernemers in waardestrategie. Ze hebben iets kleins, een niche. Um, ik help ze om die niche nog nauwer te maken, want vaak is die te breed. Maar heel niche in een bepaalde doelgroep te ontwikkelen. En als ze dat goed doen, gaan we iets Unieks maken, uh, iets unieks bouwen. En na twee jaar, drie jaar, vijf jaar. Eventueel dat het ook nog overgenomen kan worden door een grotere partij. Ja, en dat is natuurlijk wel het interessant is: je salaris. Kijk, je kan uh, 5000 euro of misschien zelfs 10.000 euro salaris per maand. Uh, eruit trekken. En dat is een zeer royaal salaris. Mm. Um, maar wanneer je dat voor honderd maanden lang doet en je hebt er geen enkele euro van afgehaald, heb je pas een miljoen. Dat is nou honderd maanden. Mm. Uh, maar je zou binnen vijf jaar, terwijl je dat salaris er continu uittrekt, ook in één keer je bedrijf kunnen verkopen voor een miljoen. En dat is dus waar ik altijd van zeg, van, dan pas word je als ondernemer ja. echt rijk, uh, op het moment dat je je bedrijf hebt verkocht, in plaats ja. van de, de weg ernaartoe. En dat is ook wat terugkomend op wat je net zegt, is Geniet gewoon van het proces. Zorg ervoor dat je het leuk vindt. Want anders ben je echt een flink aantal jaar bezig met iets wat je helemaal niet leuk vindt. Ja, ja. Dus mooi dat je dat zegt. Ik zie dat ook zo. In een waardestrategie bouw je iets op. Uh, dat duurt jaren. Een merk opbouwen. Gaandeweg heb je uh, de salaris, jouw inkomsten, maar jouw echte bonus dat is de verkoop van jouw onderneming. En ik had een, um, in, een, in een research had ik gelezen waar ze meerdere, veel exits hebben bestudeerd met de salaris van de ondernemer. En het blijkt dat de helft van jouw totale inkomsten: dat zit in die salarisvergoeding. En die andere helft, dat, is gere dat wordt gerealiseerd bij de verkoop bij de exit. Dus als jij nooit werkt aan een waarde waardoor jouw bedrijf niet te verkopen is in de later stadia, laat je de helft van dat totale geld missen. Ja. Wauw. Ja. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ja, ze geïnteresseerd zijn om inderdaad, ik heb een bedrijf, het loopt wel lekker, ik heb inderdaad die twee ton. Hoe kom ik bij jou in contact? Als je zoekt op Johnny Ma online, nou, je vindt me op alle socials. Ik deel heel veel waarde. Uh, heel veel gratis content op YouTube, op TikTok, op Facebook, op Instagram. Zelfs Snapchat, maar dat snap ik nog niet zo goed. <laughs> <laughs> maar overal kan je me vinden. Gratis content. Ik wil dat je uh, als starter zoveel mogelijk inzicht krijgt op de markt. Dat je daar kan gewoon beginnen. Um, die waarde deel ik ook verschil, uh, via verschillende platformen. Ik heb zelfs gratis cursussen beschikbaar, bijvoorbeeld op Bulu. En later in een stadia waarbij je denkt van... oké, okay, nu wil ik mijn business echt serieuzer gaan opzetten... ja, dan kan je bij mij terechtkomen. Ja, dat is een moment waar, waarvan je denkt van... oké, okay, ik wil van mijn hobby, mijn side hustle... die ik heb opgebouwd dankzij jouw tips, Johnny... ja, die wil ik nu naar een hoger niveau brengen. Je zit rond de 2 ton per jaar. Ja, nu wil ik er een 2 miljoen per jaar business van maken. Ja, klop dan bij me aan. Dat is de eerste groep. Aan de andere kant... Als je investeerder bent en je wilt uh, investeren in start-ups, ja, dan kan je me ook contacteren en dan help ik met de bemiddeling tussen de start-up en de investeerder, zodat er een win-win uh, situatie ontstaat. En heel even dat laatste nog, simpelweg omdat jij weet welke business wel goed werkt en welke business niet goed werkt. Ja. Ja, mooi. Heel erg bedankt, Johnny. Super leerzaam, uh, erg inzichtelijk. En uh, zelfs uh, voor mij uh, zijn er weer dingen om mee te nemen. Cool, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.